De voorouderlijke tradities moeten worden meegenomen bij de behandeling van de wet collectieve rechten inheemse en tribale volken, zei NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam gisteren in de Nationale Assemblée, DNA, tijdens de behandeling van deze wet. Ook staat Vreedzaam erop dat er binnen deze wet meer aandacht moet worden besteed aan de natuur- en cultuurbehoud van deze groepen. Vreedzaam benadrukt dat er niet over een ontwikkelingsconcept van Suriname kan worden gesproken als de rechten van de inheemse en tribale volken niet erkend zijn. En daar zijn we toch fout bezig. Als de leefwijze van de inheemse daar niet was duizenden jaren, zouden wij niet praten over Groenland. Zouden we niet daar gaan zoeken naar carbonfinanciering, voorzitter. Dus de leefwijze, de tradities, en ik hoor over een kroetoe, het is inderdaad zo. Maar we hebben ook in het dorp bijvoorbeeld de oudere raad. Je moet bijvoorbeeld de oudere raad raadplegen voor bepaalde zaken. Wanneer je de leefwijze niet kent, de Yunusaba in Berifa Ingi, dan ga je niet weten hoe het systeem eruit ziet om te zeggen van oké, ik geef je het recht om ook besluiten te nemen op basis van de voorouderlijke tradities, normen, regels, etcetera, voorzitter. ABOP-parlementariër Obed Kanapé benadrukte dat Suriname achterloopt op de landen die de rechten van inheemse en tribale volken wel hebben erkend. Suriname is tot 3 keren toe veroordeeld voor het niet naleven van het Inter-Amerikaans Verdrag voor Mensenrechten, brengt Kanapé in herinnering. Het Inter-Amerikaans Hof heeft Suriname veroordeeld om onze grondwet aan te passen, om onze burgerlijk wetboek aan te passen, om onze mijnbouwwet aan te passen. Zoveel wetten moeten we aanpassen om de rechten van de inheemse en de tribale volken te kunnen regelen. En dan kunnen we niet praten dat we dat grondwet in voldoet. Het voldoet niet. We moeten het aanpassen. Meneer de voorzitter, als ik de toer opvolg dat Suriname veroordeeld is, en we zitten bij de vergaderingen met andere landen die dit al geregeld hebben, en je voelt in een schuldig voor z'n donderappen, dan hoe moet ik het benaderen dan? Daarom heb ik die richting gekozen. Nu, in Guyana, hebben ze uitgezet om carbon credit uit te betalen aan de inheemse. Weet u wat dat betekent? We wakana baka. Meneer de voorzitter, als we kijken naar wat de titels die ze in Guyana hebben gegeven aan de inheemse, is absoluut en forever. Dat na titel sarimagide matapagurong. En Kanapé benadrukte dat het in Guyana zo ver geregeld is dat de regering met de inheemse volken moet onderhandelen als ze iets willen doen met de natuurlijke hulpbronnen die in hun gebied voorkomen. Het DNA-lid staat erop dat de overheid aan tafel gaat zitten met de inheemse en tribale volken als het aankomt op de natuurlijke hulpbronnen, omdat zij moeten meebepalen in het beleid. De behandeling van de wet werd aan het eind van de middag verdaagd naar dinsdag 23 mei.